Opdrachtgever heeft meestal een baggerproject of een zandwinningsproject. En daar heeft hij een zuiger of een windwerktuig voor nodig. En ik denk dat hij bij Idreco komt, omdat ze van Idreco weten dat wij anders denken. Wij denken aan lage kosten per ton, vormgeving, bereikbaarheid, veiligheid. Dat zijn dingen die men van Idreco weet. En ze kennen, denk ik, de man achter Idreco en welke filosofie hij heeft. Het bijzondere wat Idreco doet in ons marktsegment is samen met die klant om tafel te gaan zitten, te horen wat zijn ideeën zijn, hoe hij het graag wil hebben en op basis daarvan, met de know-how die wij natuurlijk hebben, een concept ontwikkelen wat past in de organisatie van de klant. En dan begint de bal. De bouw bestaat uit een deel staalbouw, een deel techniek en een deel elektrisch en automatiseren. We hebben ongeveer een bouwtijd tussen de 2 en 3 maanden voor zo'n zandzuiger. Dat is heel snel in de branche, maar dat kunnen we ook alleen maar doen omdat we met partners samenwerken. Een zandzuiger komt compleet hier, dan wordt hij afgebouwd, dan gaat hij naar de klant toe. En dezelfde dag, tegen de avond, drijft het schip in het water. En daar zijn we ook uniek mee. Dus we zijn heel snel, kostenefficiënt, 's morgens aanleveren, 's avonds dopen. Weer of geen weer. Wind, regen, sneeuw, 's avonds drijft het ding. Het product wat we bouwen is een duurzaam product, wat over 20 of over 25 jaar nog ingezet kan worden. Dus de duurzaamheid betekent ook dat het waardevast is. Stel die winning is ten einde, dan kan die naar de volgende winning van de klant toe. Of hij wordt verkocht, maar door die modulaire bouw blijft het schip zeer waardevast. Tegelijkertijd gaan we een zeer langdurige, dus een duurzame relatie met onze opdrachtgever aan. We zijn constant in beweging, net als het zand in beweging is.